Wateroverlast in de Paprika's. Het was zondag 13 september 1998. Het heeft de hele dag geregend. Wat een vervelende dag. Maar gelukkig waren er weinig problemen met het water. S'avonds om 11 uur nog even alles controleren. Zowel buiten als in de kassen. Ook nog even bij de buurman kijken, want daar staat het gemaal van de Wipolder. Maar die draaide op volle toeren en er leek weinig aan de hand. Al stond het waterpeil wel 15 centimeter hoger dan normaal. Er was die dag en nacht wel 120 mm water gevallen. Maandagochtend om half zes. Ik sliep toch wel wat losjes en ging om zes uur even kijken of het water nog hoger was geworden in de sloot. Ik keek uit het raam en schrok verschrikkelijk: heel de bloementuin stond onder water. Ik ging gelijk door naar de kasten. En daar stond alles onder water, zo'n 15 centimeter. We konden weinig doen, want het water bleef maar stijgen. We besloten om vier waterpompen aan te sluiten, maar het hielp nog niets. In de middag kwam ook de brandweer nog een handje helpen met een grote pomp. We gingen dag en nacht door met pompen. Dinsdagnacht, om steeds drie uur, begon het water iets te zakken. Om vijf uur was het water vijf centimeter gezakt. Rond negen uur stond er nog twee centimeter water in de kassen met paprika's. Omstreeks elf uur konden de pompen uit. Het water was weg en in de sloot was het waterpeil bijna normaal. De schade aan de paprika's was nog niet te zien. Het was afwachten. En dus gingen we gewoon door met gele en rode paprika's oogsten en sorteren. Ook woensdag gingen we door met ons werk. Er was nog steeds weinig te zien aan het paprikagewas. gewas. Het was drie dagen donker weer geweest zonder de zon, maar nu op donderdag was het een zonnige dag. Om tien uur gingen de paprika gewassen allemaal slap hangen. Alles leek verloren. De oorzaak was: als de wortels bepaalde tijd onder water staan, dan krijgen ze geen zuurstof meer en sterven ze af. We sloegen alarm bij onze zonen, familie en buren en gingen met vijftien mannen en vrouwen nog oogsten voordat de vruchten ook slap werden. Ook vrijdag gingen we hiermee door. Op zaterdag probeerden we nog wat te oogsten, maar het ging niet meer. De vruchten werden slap en werden afgekeurd op de veiling. We moesten stoppen. Alles bij elkaar, een hele grote onkostenpost en een vervelende ervaring armer.